Yo mensen, het is je boy Dylan hier, weer terug met een nieuwe video. En ja mensen, zoals jullie al weten, hebben we de 80 abonnees bereikt. Letterlijk een weekje geleden ofzo. Ja. Over wat gaan we het hebben? Over de Rode Duivels natuurlijk. De Rode Duivels hebben dus dinsdag tegen Frankrijk gespeeld. En natuurlijk 1-0 verloren. Maar ze hebben gespeeld tot... Ze wouden eigenlijk wel winnen. Maar, wat ik gelezen heb op Google, wacht. Ik ga een keer... Ik heb hier eigenlijk een foto. Zo, de screenshot van die foto achter deze video zetten. Nee, niet BGM, die groep. Het is de groep Cloud9. Waar ik het heb. De scheidsrechter van dienst was Andres Cunha. Andres Cunha is een Uruguayaans voetbalscheidsrechter. Hij is in dienst van de FIFA en de CONMEBOL. Sinds 2013. Ook leidt hij sinds 2009 wedstrijden in de Primera División. De scheidsrechter is tevens hevig supporter van het Franse nationale elftal. Dus... De fouten dat op Hazard zijn gebeurd, zijn er zeker een stuk of 10. De fouten dat op Hazard gebeurd zijn, heeft hem niet gefloten. Omdat hem hevig supporter is van de Fransen. En dat vond ik eigenlijk over. En ja, het is dus op 1-0 geëindigd. Dus wij gaan niet naar de finale. Maar ik vind eigenlijk dat ze de match zouden moeten herspelen. Maar wel met een andere scheidsrechter. Niet met Andres Cunha. Die screen komt aan het einde van deze video. Ik zal lang genoeg in beeld houden. Voor jullie te laten zien wat voor een klootzak dat die scheidsrechter is. En ja. Ik zal jullie zeker van zeggen. De Belgen worden toch derde op 2K. Want ze moeten namelijk de troostfinale tegen Engeland spelen. En die gaan ze wel winnen. Maar ja, wat gaat er nu weer gebeuren? In het voetbal kan eigenlijk alles. En heb ik vandaag eigenlijk al vermeld. Dat er binnenkort, ergens deze maand, wordt nog een video opgenomen met Fube. Van Darkone. Met Darkone. Daar wordt er nog een video mee opgenomen. Kijk er zeker naar uit. Het is een Q&A. Stel even beneden je vragen. Ik heb er op Facebook al een paar posts gezet. En op Instagram. Maar daar komt niet veel reactie op. Dus hier beneden onder deze video mag je ook een post zetten. Van wat je wilt zien op de video. In die video. En ga zeker abonneren op Darkone. Ze heeft net een video geüpload en het is een top video. En ja, zoals ik altijd zeg, bye bye.